The fuck is Giant Turtle? Wow! Het is geen Super Mario, joh! What the fuck? Ik had enigszins wel wat dingen verwacht, maar niet dit. Gaan we spellen pakken. Oh, wow! Welkom bij een nieuwe video. Blijkbaar is de Walker King een stukje sterker dan ik had verwacht. Dus ik hoop dat we hem deze keer neer kunnen halen. Daarnaast komen we nog een mega schildpad tegen. Die gaan we ook gewoon proberen neer te halen. En ga ik waarschijnlijk gewoon weer niet dood. Zero deaths. En vergeet natuurlijk niet dat liken en abonneren met het belletje aan. Hey, let's go. Ja, maar hier heb ik dus echt helemaal niet de skills voor, hè. Mijn bed staat overigens wel echt perfect. Oh, oh. Oh, nee, joh. Meen je dit nou? Gaat die spawn killen, joh. Hé, ga lekker spawn killen, man. Ja. Ik heb geen... Oh, ik heb geen pijlen. Even een pijl. Kom aan. Ja, maar dat kan nooit, man. Wat? Daar loopt hij, daar loopt hij, daar loopt hij. Oh. Oh. Oh, maar ik word vastgehouden. Hij houdt je vast op een of andere manier. Ik dacht dat het zonder vasthoud was. Ik moet mijn spullen hebben en dan... Kijk, wat is dat voor kracht? Oh. Ik hou mijn plan door. Oh, ren! Oh! Wat doet hij dan? Aankleden. Waarom heb ik geen pijlen? Ik hoop dat hij nog niet geheeld is eigenlijk, want dan maken we nog wel kans. Hij is niet geheeld. Ik heb een idee. Kom dan, loop maar, loop maar. Oh, het doet hem helemaal niks. Stik in je speeksel, joh. Leuk dat je hem achterna rent, maar ga niet... Oh, hij jankt zijn team, joh. Ik piep hem naar zijn loot. En waarschijnlijk heeft hij opperloot. En dan kan ik hem met zijn eigen loot neerhalen. Oké, okay, hij is nergens te bekennen. Hij staat daar nog beneden, zeker. Oh. Een printing press. Ja, daar hebben we... Wat? Ja, een kopieermachine. Dat is niet echt iets waar ik ermee neerhaal, een kopieermachine. Wat een kutloot, trouwens. Ja, dit is de poison staff. Wat gebeurt er? Maar ik heal hem of zo met die windstaff. Dat is niet heel handig. Als ik nu gewoon de hele tijd dit in ieder geval op zijn minst heb. Nee! What the fuck, man? Zo. Volgens mij heb ik echt letterlijk niet eens de helft van mijn stuff. Hé, hey, ik heb mijn rugzakken niet. Volgens mij hield hij niet, toch? Nee. Dus wat ik wel kan doen is dit. Ja! Ja! Yes! Oh, joh. We hebben een walkerswoord. Ik neem toch aan dat die walkerswoord echt oppergoed is, of niet dan? Waarschijnlijk hit het op andere dingen supergoed. Oké, we kunnen hier dus nu weg. We hebben boven alle spullen al te pakken. Ik heb het gevoel trouwens dat we hier nog wel een geheimpje hebben gemist. Is niet heel goed, maar misschien dat hij gewoon zijn unbreaking of zo heel hoog is. Oké, we hebben hier alles wel geloot. Oké, we zitten al ergens binnen instant. Ik zie alleen zo weinig. Weinig is underrated. Eten en toortjes moet ik instellen. Steeds drie pijlen. En dat is alleen maar van die skeletons. Ik dacht dat ik die stroom deed. Dankjewel. En nou ga jij. Want jij schiet je kameraad. Deze gast heeft er helemaal geen zin meer in. Daar lijkt wel een soort baas te zijn. Toch? Ziet er wel baasachtig uit.
Als ik zeg maar iedere keer een soort potion op iemand doe. Hey, zit er iets onder? En dan ga honken, dan gaat hij best wel snel neer. Hier zit een geheimpie. Oh, wat? Dit is de entrance. Ik ga gewoon weer via boven, het is goed. Holy shit. Wat? Ga! Wow, gepland. Hier, ik poison ze, maar dan kan ik ze niet hitten. Kijk, hier. We liepen net daar bij heel die tralies. Oh, dit is gewoon een zombie spawn. Oké, okay, random. Zo. Tin ik net. Ah. Wat is hierboven? Nee. Nee! Deze voor de lucht, Julio. Nou, weet hoe die moet. Wow, die stap gaat super snel leeg als je hem... Oh, daar baal ik van dat ik hem inhield. Ja, het is nu gewoon letterlijk wachten volgens mij. Het gaat niet sneller, hè? Opzouten. We zijn er over de helft. Oeh ja. Easy, man. Wolkensword. Wat betekent dat je niet al die gasten neer hoeft te halen, joh. Je moet gewoon alleen hem en dan krijg je gewoon de beste stuff die bovenin ligt. Nou, lama, niet echt beste stuff, maar toch. Ga me niet vertellen dat het is wat ik denk dat het is. We hebben hem te pakken. We kunnen mensen honken. Boom. Wij zijn nu de Spider-Man. Oh. Oké, okay, ik kan niet mensen naar mij toe halen. Werkt het niet op steen of zo? Het ding gaat wel leeg. En ik snap niet zo goed waarom. Dit is kut. Oh. Oh! Oh, come on! Oh! Oh! Ik ben Spider-Man in opleiding, zo te zien. Ik heb het gehaald. Easy. Oh, hier heb je allemaal kraampjes. Oh, alle walkers zijn ook echt neer zodra je die King Walker. Oh nee, he, dat was bij die vorige trouwens helemaal niet. Flower pot. Zo. Kom maar. Nou, dit gaat echt te traag. Oh, hier is gewoon een hekje. Het doet me best pijn dat ik dat niet zag. Oh, er is een geheimpje hier. Jezus. Zo. Ja, weet je, ik geloof dit wel. Als we echt willen gaan gebruiken, dan maken we het wel. Komen we hier terug. Ik ga wel bovenlangs. Hit ineens 17. Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Hoi. What the fuck is Giant Turtle? Wow. Het is geen Super Mario, joh. What the fuck? Ik had enigszins wel wat dingen verwacht, maar niet dit. Ik ga mijn spellen pakken. Oh, wow. Wat? Oh. Jij gaat neer, maat. Wat gebeurt hier nou? Hoezo hield hij ineens? Hij is level... Oké, blijkbaar lag het aan dat wapen. Aan de Walker Sword. Dat is kut, hè? Dat is vervelend, dit. Ja, dat dacht ik al. Het is best makkelijk. Oh. Dan ben ik neer. Ik ben neer. Nee, kom aan. En ik heb niet eens mijn spulletjes. Hij kijkt inderdaad wel blij. Dat moet ik hem nageven. Ah, ik ga hem neerhoenken. Geloof me maar. Als mijn sword niet kapot gaat. Die was mis. Die is wel raak, joh. Daar baal ik van, hè. Daar baal ik van. Nieuw wapen. Eng. Ja, ik wou zeggen, joh. Ga je. Wat heb ik? Turtle skill. Is dat het echt? Ja, als ik nu mijn spullen kwijt ben, dan baal ik wel. Setpoint bed. Dan kan je, volgens mij moet je wel echt slapen. What the fuck is dit? We kijken zo meteen wel. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, mijn spullen lagen ze nog hoger of zo. Ik weet bijna zeker dat ze nog niet gedespawned kunnen zijn. Hier zitten te veel mensen dat er een... Oh. Oh. Goeie afleids. Ik weet bijna zeker dat ik hier ergens ben neergegaan. Hier, trek dit even aan. Zo. Oh, we hebben hier Diamond Plate Scale Leggings. Ik weet niet wat dat doet. Ik weet niet wat scale doet. Oh, nee. Oh, die staven. Ik ben mijn staven kwijt. Een Iron Shield. Ik heb wel weer een nieuwe shield. En zieke dingen. Maar mijn staven. Ouwe, ik baal van die staven. Ja, dat hebben we echt niet meer. We hebben echt geen staven meer. Dat is wel cool. Ik moet wel gewoon zo snel mogelijk met een bed nu daar omhoog. Is er niet ergens een, staat hier niet ergens een boom gewoon? Oh, wat? Er is nog een gebouw.
Jezus, halleluja. Hoeveel zijn er, man? Ik zie al hoe ik aan mijn hout ga komen voor een kist. Ik denk niet dat we zomaar op die 16 gaan komen. Ik ben volgens mij wel heel veel diamonds verloren, maar ik heb nog wel wat diamonds. En hier lag gewoon hout. Ja, ik ga echt puur uit principe ga ik nu wel bouwen. Maar misschien dat die andere ook wel heel goed is. Maar dit wapen, ik weet niet wat dat doet. Let's go. Ik baal dat het nu licht wordt. Dat is helemaal niet handig. Dus we moeten opschieten. Oh, oh, oh! Hoe werkt dit? Wat? Gewoon volledig bloed, joh. Ik weet niet wat het doet. Ik heb ook helemaal geen goede armor aan of zo. Ik had beter nog een diamond punky kunnen maken. Wat zit hierin? Toffe shit. What the fuck is dit? Ender shield? Een ender shield! Heel dat ender... Ik ben een zeer blij man. Eerst even wat spullen pakken. Voordat we die ene gast aan gaan vallen. Want dat is niet te doen volgens mij. Oh, een zeis en een headband of valor. What the fuck doet een headband... Band of Valor. Tijd om het op te zetten. Klang! Ik ben nu instant heel goed in Kung Fu. Ik weet daadwerkelijk niet wat het doet. Hij is gewoon weg. Oh, de... Die Zeiss doet ook iets. Oké, die ga ik dus daadwerkelijk weg teleporteren. Sla! Hey. Hey. Hoezo teleporteren die niet? Ja, skiet. Hij kon er niet aan dat hij een bal schoot tegen mijn ender schild en daardoor weg zou moeten flitsen. Maar hoe ver word ik nu teruggezet? Heeft hij iets opgeslagen? Dit is helemaal niet wat jullie zien. Wacht even. Beter ben ik niet. Heel ver terug in de epische lachswereld. Oké, tree capture client feature enabled. What happened? Ik ben gewoon weer terug. Hij crasht omdat ik... Wat heeft hij voor wapen ook? Omdat ik mijn schild gebruikte tegen zijn kogel. Oh, hij is de oppergast. Dat had ik niet door. Hij is gewoon een spearman. Die king is sowieso daar, maar dan moet je zeker een hele ronde lopen. Eigenlijk zou je dus helemaal om moeten lopen, maar dat gaan wij uiteraard niet doen. Dat is logisch. Ga eraf. Oh! Oh! Oh, jij smerig, joh! Sta ik met die gast die ik net van dat ding afgegooid heb. Ja, maar dan kan ik weer niet omhoog, man. Wat is dit bij Legend Game Mode? Ik heb het head allemaal increases melee damage. Ah... But only if he was not wearing any armor. Oké, dus dat schiet nou eigenlijk niet op. Die moeten we ook nog, hè? En er staat nog zo'n toren. Oké, maar dit is alleen als ik naakt rondloop. Dus we moeten... Dat heeft nu geen zin. Ja, letterlijk nu zou ik kunnen slapen. Ah, verdomme. Ik weet niet wat dit is. Dit zijn allemaal pressure plates. Hey, het is best goed dat ik hier onder ben gelopen, of niet? Holy shit, joh. Wat? Wat zit er allemaal in? Superveel pijlen. Wat is dat geluid? Dat is een pinguïn volgens mij. Oké. Laten we aan die gast gaan. Hij is weg. Hij heeft geen zin in, joh. En ook daar ook, overigens. Op twee plekken heeft deze gast zo'n broers neer zien gaan. Die is gewoon weg. Daar is ook iets, lijkt het wel. Maar deze toren zien we bijna niet. Er is daar nog ergens een toren die ook nog gedaan kan worden. Oh, ik kan nu niet meer dingen weggooien. Oh, dus doe je zo. Pop. En dan doe je zo. En dan pakt hij alles op, joh. Hey, nu ben ik hier en boom, nu ben ik daar. Klets. Cloud boots zorgen voor nul fall damage blijkbaar. Zo, wat gebeurt hier? Wat? Heb ik een feestje uitnodiging gemist? Oké, maar wat betekent trouwens dat we hier ook nog allemaal stuff onder kunnen vinden? Ik heb toortjes wel nodig. Oké, ik wil niet spreken van geluk, maar dit sloeg echt nergens op. Ik heb toortjes. Weer een feestje gemist. Ghastly Wither. Wat gebeurt er nou hier? Wat? Oh! Ja. Het is weer gelukt om 0 keer dood te gaan. Dus even kijken of we dat de gele serie zo kunnen houden. Mocht je dit een leuke video vinden, vergeet dan niet te liken, te abonneren met dat belletje aan. En dan ben je altijd op de hoogte van nieuwe video's. Je kan hier ergens in beeld klikken om te abonneren of naar een nieuwe video te gaan. En ik zie jullie weer in de volgende video.